Het is heel erg leuk om weer op set te zijn, om iedereen weer te zien. We zijn altijd een half jaar bezig en dan zie je elkaar een half jaar weer niet. En het voelt gewoon nu een beetje als thuiskomen als je weer terug op set bent. Het is heel leuk. Nou, het is heel erg fijn om inmiddels met seizoen 4 bezig te zijn. Het grappige is, je kent elkaar nu. Dus als je op de set komt, is het een beetje als, nou, niet als familiebezoek, maar het is heel vertrouwd. Dus het is echt ontzettend leuk. Het was leuk in seizoen 1, maar het wordt eigenlijk steeds leuker voor ons. En ik denk voor alle crewleden ook. Het is een gezellige bende met elkaar. Ja. Ik vind het heel erg leuk om weer terug op de set te zijn, want we kennen elkaar eigenlijk nu al zo lang en zo goed. Dus ik ben heel blij. Hoe ik het vind om op de set te zijn? Ja, het is altijd feest. Leuk om collega's tegen te komen en een goede sfeer waarin lekker hard gewerkt kan worden. Het is lekker om weer op de set te zijn. Het is een tijdje geleden. Maar het is altijd wel heerlijk thuiskomen, vooral wanneer ik iedereen weer zie. Ik word heel blij. Ja, het is altijd leuk om de hele crew weer te zien. Het is al 4e jaar, hè? We zijn al tijd bezig. Is dat dus heel lang? Ja, dus je begint elkaar een beetje te leren kennen. Maar wij kennen elkaar al heel lang. Heel lang. Heel lang. Ja. Maar het is heerlijk om er weer te zijn, ja. Om weer op set te zijn is superleuk. Want het is echt wel een beetje een soort familie. Ja, het klinkt heel cliché om te zeggen, maar het is superleuk. Want het is bijna al jaren dezelfde crew, dezelfde cast. Dus het is gewoon een warm bad. En heel gezellig en fijn. Het is ontzettend leuk om weer op de set te staan. Want we doen dit nu voor het 4e seizoen dat we het opnemen. En nou ja, we hebben een hele trouwe fanbase die het ontzettend leuk vinden om de serie te zien. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. En we zijn ook zelf helemaal één geworden, zou ik maar zeggen, met de personages en de hele situatie.